gaat het hebben over het Twentekanaal. Die ligt er al sinds mensenheugenis. Althans, die zin gaat misschien op voor de meeste tukkers. Maar niet voor Walter Tunter en voor Marinus van Rooij. Beide mannen zijn namelijk ouder dan het kanaal tussen Zutphen en Enschede. Komende donderdag wordt de 85ste verjaardag van het Twentekanaal gevierd met de vertoning van een nieuwe film getiteld Het Twentekanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen. Walter Tunter die is de regisseur van die film en Marinus van Rooij die stond hem bij als historicus met raad en daad, maar ook als een nabestaande van een van de bouwers zelfs nog. Komen we uitgebreid op welkom, heren. Fijn dat jullie er zijn. Even met de gedachte terug, Marinus. De opening van dat kanaal. Donderdag, 85 jaar geleden. Hoe zag dat eruit? Ja, dat is hier dus in Enschede geweest. Dat was dus de opening van het gedeelte vanaf de IJssel, zeg maar, van bij Zutphen tot aan Enschede. 26 augustus, dus 1936 was dat dan, ja. Dus is het tot aan Enschede geopend. En na die tijd is die zijtak naar Almelo zijn gekomen. Mm-hmm. Dus het was niet helemaal eigenlijk het totale kanaal. Okay. Maar ze noemden ook de Twente kanalen in plaats van de Twente kanalen. Twente kanalen, het waren ja, er meerdere. Ja, het waren er twee dus eigenlijk. Hè. Dus, ja, precies. En die zijn later toegevoegd tot één? Of heeft er eentje nu een andere naam gekregen? Ja, nee, in de volksmond heet het nu gewoon het Twente kanaal. Maar de officiële naam waren toen de tijd de Twente kanaal. Maar hoe ziet een opening van een kanaal eruit? Hoe moet ik dat voor me zien? Wie zijn daarbij aanwezig? Wordt er een lintje doorgeknipt of wordt er geroeid? Nou, in dit geval niet. Maar eerst zijn er vooraf al heel veel openingen geweest. Hè. Je hebt in 34 heb je gehad dat Lochem geopend is. 35 dus Delden. En Hengelo ook in 1935. Dus voorjaar eerst en najaar wat meer. En dus in 1936 is dus eigenlijk hier Enschede geopend. Ja. Dat was dus eigenlijk het hele traject. Dat was het laatste deel eigenlijk hier bij Enschede. Van het hoofdkanaal, zeg maar. Ja. Het zal ongetwijfeld een feestelijke gebeurtenis zijn geweest. De bouw van het hele Twentekanaal was soms wat minder feestelijk. We hebben een klein fragment om een beetje te kijken hoe dat eraan toe ging. Vanuit de film. Stoomlocomotieven trokken de kiepkarretjes met het afgegraven zand naar hun bestemmingen, zoals voor het ophogen van dijken, opritten en dergelijke. Naar verwachting zouden circa 130 arbeiders hier 10 maanden werk hebben, met onder andere het steken van plaggen, het kappen van bomen en het afvoeren van het zand in de kiepkarret. De zorgelijke ontwikkeling van de economie en de hiermee gepaardgaande recessie en werkloosheid was de oorzaak om ook het groeiende aantal werklozen bij dit kanaalproject te betrekken. Klein inkijkje in de film. We hoorden al iets over werklozen die worden ingezet. Marinus, uw vader was een van de mensen die mee heeft gewerkt, hè? Ja, dat klopt helemaal wat u zegt. Mijn vader die was werkloos in die jaren. En de werkloosheid hield ook ander in als je steun kreeg van de regering, van de betreffende instanties. Dan werd er verplicht van je geacht dat je die werkloosheid opvulde met die arbeid die daar verricht moest worden. Zoals van participatiewet avant la lettre was het. Zo ongeveer, ja. Ja. Alleen, mijn vader die was nogal een beetje tenger gebouwd, zoals het heet. Van de hert daarvoor had hij 10, 15, 20 jaar had hij in de textiel gewerkt. Hij was geen flinke boerenjongen zoals we dat gekend hebben met die boerenjongens die wel die waren. Met kolenschoppen. Want die hadden het verstand en daar had mijn vader dan die ervaring niet. Die boerenjongens die als een kruiwagen vol zand moesten naar boven kruien, die deden de boerenjongens deden maar helft op de schop. En mijn vader deed dan helemaal de schop vol. Want anders als de opzichter dat zag, dan kreeg hij wat te horen en een standje dat het niet helemaal juist was. Maar waarom mochten de boerenjongens dat dan wel? De boerenjongens die deden dat dood eenvoudig niet. Omdat ze dan wisten, omdat zij dan hun krachten konden sparen om de hele dag goed door te komen. En de andere dag ook nog de gelegenheid hadden om hun boerenwerk te doen. Ah, dat moest 's avonds nog wel erbij gebeuren natuurlijk. Maar ik hoor u al zeggen van er waren opzichters die de boel in de gaten hielden. Dat zal duidelijk zijn. Ja, wat voor een arbeidsomstandigheden, waar hebben we het eigenlijk over? Nou, dat heel erg moeilijk, want dat was natuurlijk wel een klein beetje wat je ongeveer gaat vergelijken met een soort werk wat eigenlijk voor heel veel mensen niet geschikt waren. Er waren onder andere advocaten waren erbij, er waren notarissen erbij die dan ook dat werk moesten doen, omdat ze werkeloos waren. En dat werk waren ze natuurlijk helemaal niet gewend. Ja, en ik heb ook begrepen dat het eerste deel, zeg maar van Eefde tot,
tot Goor, zeg maar, met machines is gedaan. Maar, ja, maar een stuk tot aan Enschede, met de blote handjes werd uitgegraven. Dat klopt helemaal. Als u ook de foto's bekijkt, ik weet niet of u die hier hebt, maar de foto's die wijzen dan uit dat er een plank schuin naar boven liep, dat men die kruiwagen op die plankier naar boven moest kruien, vol met zand. Het is toch niet te geloven, Walter? Ja, nee, maar dat klopt dus. Dat het dus vanaf Goor deze kant, dus met de hand meer geschieden, was toen kwam uit die crisis op zijn hoogte. De machines konden niet meer. Ja, de machines konden wel, maar ze hadden veel te veel werklozen. En die moesten ze dus aan het werk hebben. Ja, ja. Dus toen, vanaf dat moment zijn er eigenlijk steeds meer werklozen ingesteld. Dus dat eerste gedeelte van Zutphen, dus tot aan Goor, toen was het nog redelijk. Dus waren er nog niet zoveel werklozen, maar dat werklozen aantal nam toe. En die hebben ze dus allemaal dus aan het kanaal aan het werk gezet. Wat betekent dat voor die mensen die eigenlijk, zoals misschien uw vader ook wel, niet gewend waren om geen kolenschoppen, geen, zeg maar, ja, niet geen grote. Maar wat betekende dat voor hen? Was er ook raakte er wel eens iemand gewond bijvoorbeeld? Oh, ja, zeker. Er is een boek van. In dat boek heeft een mooie titel. En er staat, en die noemen ze ook met bloedende handen gegraven. Er waren lui, zeg maar, kantoormensen die dus helemaal niet gewend waren aan de schoppen komen. Die moesten dus toch aan de schoppen en die hadden het bloed in de handen staan, maar ze moesten doorgaan. Ja. Dode gevallen? Nee, ja, dat weet ik niet precies. Maar er zijn wel veel ongelukken gebeurd, heb ik wel gehoord. Maar doden, dat kan ik niet zeggen. Zo. Dus nee. Dat durf ik niet. Het is goed dat u de vraag gesteld hebt. Het is namelijk zo, ik heb nooit gehoord of van mijn vader gehoord dat er doden gevallen zijn. Maar het zijn wel zo dat heel veel mensen dermate het werk bezwaarlijk vonden. Dat zij na 2-3 dagen soms helemaal uitgeput waren en bij de huisarts terechtkwamen dat het niet verder kon. Mijn vader heeft er ook maar 2 maanden kunnen werken, omdat hij dermate vermoeid raakte dat het niet langer verantwoord was om dat werk te doen. Ja. Ga toch met hele andere ogen dan naar dat kanaal kijken nu. Hè? Dat je echt ziet van, ja, we hebben het over Qatar bijvoorbeeld nu, met die stadions allemaal. Maar Twentekanaal is ook niet over één nacht ijs gegaan. Nee, dat was een drama. Er zijn echt drama's geweest. Ja. Ook in de familiesfeer kreeg je echt van alle naastlevenden. Maar het was ook niet voor niks. Hè? Als we dan even een stapje maken naar wat het belang is van al die waterwegen. Want de film gaat niet alleen over Twentekanaal, maar eigenlijk over de Overijsselse waterwegen. Ja. In die tijd, waarom werden die eigenlijk allemaal aangelegd? Nou, het is vanaf 1800, zeg maar, heeft de textiel zich in Twente ontwikkeld. En daarnaast dus ook de metaalindustrie. Dus die kwam ook, hè. En dus door die textiel, die had dus behoefte aan toevoer van grondstoffen. Mm-hmm. Van die, en dus weer afvoer. Maar ze moesten er ook kolen bij hebben voor het stoken van later, maar dat kwam eigenlijk later pas, een beetje later, maar voor de, zeg maar, dus stoken van voor de stoomketels enzovoort. Ja. Dus er kwam dus meer behoefte aan transport. En dat transport heeft dus gezorgd dat het dus richting Twentekanaal ging. Maar het was dus zo dat in het begin, zeg maar rond 1850, daar praten we in die tijd, toen kwam eigenlijk echt de textiel op, dat dus eerst het vervoer ging over de Regge en over de Vecht richting Zwolle. En dan dus weer terug, zeg maar. Maar de Regge, dat was dus maar een heel klein riviertje. En daar hadden ze dus echt problemen mee. Want daar hadden ze dus die zogenaamde zompen, gingen ze mee. Dat zijn platbodems. Schepen die kunnen dus met heel ondiep water kon die varen. Maar hadden ze nog vaak dat ze daar niet overeen kon, dat er nog te weinig water was. Het was niet diep genoeg. Het kanaal was een stuk dieper dan dat. Zelfs zover ging dat ze dammetjes in opwierpen. Het water steeg dan, zaten er wat schepen naast, staken ze die dammetjes door. En dan konden die schepen even weer een stukje verder zo voort. Het was een bittere noodzaak dat er een kanaal zou komen waar wat grotere vrachtschepen doorheen konden. En toen is dus de behoefte ontstaan en toen is het Overijsselskanaal gegraven. Dat is een kanaal dus dat van Zwolle, de IJssel bij Zwolle, dus richting Leemelenveld, Vroomshoop, naar Almelo ging. Dus dat is in 1850 ongeveer geweest, 1850, 55. En van daar bij Vroomshoop ging er dan ook een aftakking richting Koevorden naar De Haandrik. En dat is eigenlijk nu dat beruchte stuk van Almelo, De Haandrik. Ja. Wat, dus nu is. Maar dus dat wat ook weer uitgebaggerd is omdat er grotere schepen doorheen moesten, volgens mij. Toen hadden ze dus het Twentekanaal, of het Overijsselskanaal. En dus hebben ze later in 1900 ook nog het kanaal Almelo-Noord aangegraven om meer in Duitsland naar de Eems toe te kunnen. Die kan dit. Dus om dat transport te krijgen. Maar het was eigenlijk ook een mislukking, want de schepen groeiden aan, werden steeds groter, er kwam steeds meer transport. Dus ook dat kanaal, dat bleek al heel snel te kort, te klein wezen. Maar ook het alle Zwolle, het
van het kanaal vanaf Zwolle. Dus het Overijsselkanaal bleek ook alweer te klein te worden. Ja, en toen kwam mensen, het dus moest groter en groter. Het is dus gegroeid en toen kwam op een gegeven moment de behoefte om een kanaal nog rechtstreeks naar de Rijn te hebben. Want ze wilden een Twente Rijnkanaal hebben. En dat hebben ze dus ook. Eerst zijn ze in 1900 al mee begonnen om, met de plannen daarvan. Dus om een kanaal van Lobit, of in ieder geval vanaf de Rijn, onder Arnhem, dus door de Achterhoek naar Twente te doen. En daar zijn een achttal tracés van geweest, hoe ze dat allemaal zouden willen doen. Maar die is er nooit gekomen. Er is er maar eentje dus van gekomen. Ja. En dat is dus het huidige kanaal. Maar dat was nog een kanaal, die ging dus van Lobit via de Achterhoek, via Hummelo, precies helemaal naar boven, naar Almen. Dus ik hoop dat de topografische mensen, kennis van de mensen goed is om dit nog te volgen. Als ze de film bekijken, dan zien ze het wel. Ja, maar dat is een goede teaser inderdaad, als hier het plaatje er misschien wel bij. Ja, nee, we hebben het over vervoer gehad. We moeten even zeggen, want er zijn verschillende belangen van zo'n kanaal. Want een ander belang is ook waterhuishouding. Dat is het in principe nog steeds. En misschien wordt het wel belangrijker dan ooit, nu dat het weer wat extremer wordt. Ja. Marinus, daar heeft u zelf ook wel mee te maken gehad, geloof ik. Ja, dat klopt helemaal. Ja. De waterhuishouding die niet zo goed op orde was. We moeten natuurlijk niet vergeten dat Hengelo een 7 meter beneden het pijl van de Enschede ligt. Dat kunnen we zien bij de sluizen bij Waardbeek daar. Wanneer we die sluizen bekijken daar op het merendelingbord, dan blijkt namelijk dat men in die bekken daar, dat men het water 7 meter omhoog moet brengen om het gelijk te krijgen met de richting Enschede. En ik woonde ergens in Hengelo op een punt waar wat beken bij elkaar kwamen. Stork is niet voor niets naar Hengelo gekomen, omdat ze daar heel veel beken waren die hij kon die beken gebruiken als koelwater en als verfwater voor zijn in het beginstijd van de textielfabrieken. Ja, ja, ja. Maar goed, met als gevolg dat de Hengeloze beken soms overliepen en dat uw huis half onder water stond aan de Oldenzaalstraat. Nou, niet half onder water, die stond helemaal onder water. We hadden soms het water 1,5 meter in de woonkamer staan. Ja. In die tijd had men houten vloeren, zoals het heet, en dat duurde nog wel even een paar weken voordat we het helemaal. En dat werd beter toen de kanalen er waren. Dus je moet niet vergeten, in 1955 is er al een plan in Hengelo ontwikkeld, wat in 1960 zo ongeveer tot ontwikkeling kwam, om de beken buiten Hengelo op te vangen en dat men omleidingsbeken maakte. Ja, daar, onder andere bij het Lonnekermeer daar in de buurt, bij de Huitingsveldweg. Ja, daar is dan een omleidingskanaal gemaakt, beek gemaakt, zodat die beken die buiten Hengelo aankwamen, daarin opgevangen werden en dat al dat water niet door Hengelo heen kwam, wat niet verwerken kon door de smalle bekking die daar was. Daar is overigens ook een film over gemaakt. Daar heeft u zelf ook een film over gemaakt. Dat is het voorloper van deze film. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dat is helemaal over de bekking van Hengelo. Die hebben we nog een keer te goed. Die kunnen we ook nog een keer bekijken. Ja, nee, dat mag wel dus. Ja. Dat is heel ook interessant. Hoe de hele ontwikkeling wat hij vertelde, dus hoe dat ging. Dat Hengelo van onder water nu helemaal droog is geworden. Ik wil nog even naar het proces van deze film. Hè? De film met de titel Twentekanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen. Want ook, zoals het bouwen van het kanaal een heel proces was, was die film was dat ook. Want volgens mij was de oorspronkelijke bedoeling dat die 3 kwartier zou duren. Maar hij duurt nu 1,5 uur. En het heeft best wel een tijdje geduurd, hè? Ja, ja. Nou, ik ben er 1,5 jaar mee bezig geweest. Dus. Maar goed, het is dus een film die is eigenlijk ontstaan. Dan maak ik even een stukje geschiedenis misschien, maar, of historie. Ja, we hebben nog ik heel zit kort. Bij de filmclub, videofilmclub Hengelo. Mm-hmm. En daar ben ik dus, zit ik ook weer. En met die videofilmclub hebben we dus alles films gemaakt. Leden individueel. En ook een keer wel met groepjes bij elkaar. Het zijn allemaal vrijwilligers, die hebben samen deze film gemaakt. Ja, dus laat ik zo zeggen, ik had dan wel het leeuwendeel misschien. Maar in wezen er zijn natuurlijk een heleboel mensen die geholpen hebben. Want toen het idee dus ontstond. Hoeveel mensen zijn dat? Hoeveel mensen hebben daar meegewerkt ongeveer? Nou, in eerste instantie had ik dus toen het idee, met dit idee kwam van deze film. Dat was eigenlijk naar aanleiding van die bekenfilm waar we het net over hadden. Dus, maar toen kwam dus dit idee naar boven en dat zou ik dan dus aanpakken. Maar toen heb ik dus een groepje gemaakt van 5 personen die me zouden helpen. Met camera, met opnamewerk allemaal en zo. Die dus niet de regie deden, maar enzovoort. Maar wel alle opnamen. Daar zijn er dus 2 van afgevallen. Eén wegens ziekte en de andere wegens andere omstandigheden. Maar er bleven er 3 over. En die hebben dus heel veel met die opnames gedaan. Zelf ben ik wat minder mobiel, dus ik kon dat allemaal niet redden. Maar goed, in ieder geval, dus dat ging staat prima. Genoteerd. Dan is het maar genoemd, hè? Dat een productie is van veel verschillende mensen. Ja. Wat hopen we eigenlijk dat die film. Wie moet die film kijken? Nou, het is heel erg belangrijk dat u die vraag stelt. Want dat kan
ik dan even zeggen. Uit betrouwbare bron heb ik vanmiddag vernomen dat die film in totaal 72 minuten duurt. En nee, de 96. 96. Ja. Hoor nog 96. Nou ja, vooruit. Dan moeten we nog even. Misschien is er, zijn er twee verschillende bewerkingen. Dat kan. Nou ja, goed. Dan ben ik er een paar minuten gaat verder. Maar goed, maar heel erg belangrijk is die film. Dat die film vertoond wordt onder andere op verschillende situaties. En onder andere zijn er al plannen om die film te gaan vertonen in het Historisch Museum in Hengelo. Aan de Beekstraat. Ik heb er vanmiddag ook vanmorgen met iemand over gesproken. En dat is wel de bedoeling. Wanneer de anderhalve meter afstand valt en dat er meerdere mensen niet in zaal kunnen. Dus hij is nog te zien. Als we nu denken van, oh, ik wil hem ergens zien, hij is nog te zien. Hij zal in de toekomst zeer zeker te zien. Hij wordt ook door Eentente uitgezonden. Ja. Dat is dan ook maar, dat komt nog. Dat gaan we ook aankondigen als dat gebeurt. Dat staat dan ook maar genoteerd. We zijn er eigenlijk wel. Ik ben misschien dan een laatste vraag. Walter, is dit nou je opus magnus, is het gedaan of heb je eigenlijk nog plannen voor nieuwe films? Nou, ik had gezegd toen er op het laatst van die film was, dat ik zeg, ik stop ermee. Hè. Ik ben inmiddels om leeftijd dat dus ook allemaal niet gemakkelijker meer gaat. Maar aan de andere kant stilzitten kan ik ook niet. Dus. Misschien mag ik daar we hebben nog een idee om toch nog iets te doen. Dus. Misschien mag ik daar even op antwoorden. Een laatste woord. Heb ik natuurlijk met Walter over gesproken. Walter heeft in zijn achterhoofd zitten dat hij een film misschien gaat maken over het huis Hengelo, wat uit de 14e, 15e eeuw is. Want ik heb daar namelijk 2 maanden geholpen een aantal jaren geleden om die fundamenten die onder de Rijkstoezicht staan, Rijksmonumenten staat, om die op te graven en daar een verhaal over kijk, te maken. Kijk, huis Hengelo, dat was het allerprilste begin, geloof ik, hè, waar nu Teamsbrug zit. Dat zal natuurlijk helemaal en daar woon ik zijn. Maar 5 minuten meer daarvan af. Nou, we weten er alles van. Bedankt, heren, voor dit verhaal. Doet geen recht aan de film. Ga die vooral kijken. Het Twentekanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen. Ga het even googlen, dan vind je vast hoe je dat kunt kijken. Walter Tunte was bij ons en Marinus van Rooij. Bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan.